Voelt dat vertrouwd, Frits? Ja. Bekend terrein. Altijd je vaste plek hier in de dugout? Ja. Deze. Ik vind, je maakt spelers niet beter door als een wildeman dus over en langs die zijlijn te gaan. En te schreeuwen van en die kant op en dan weer die kant op. En dubbele salto's maken en capriolen uithalen. Ik denk dat spelers daar onrustig van worden. Als er gescoord is, altijd een loopje. Altijd dit. Niks doen, verder. Gewoon hier even staan. Omdraaien. Teruglopen. En het plekje weer innemen. Nooit uitbundig juichen? Nee. Waarom niet? Ja, dat klinkt misschien een beetje onnozel. Ja, ik heb hem zelf niet gemaakt. Het is meer voor spelers? Ja. Ik vind, je werkt de hele week, hè, dus na zo'n wedstrijd. En dan moet het ook die wedstrijd van die gasten zijn. En dan is er natuurlijk eens een keer een moment dat je denkt dat je dus een handje kan helpen. Maar de voornaamste hulp, die heb je natuurlijk gegeven in aanloop naar de wedstrijd. Dus ik heb niet het idee dat er een coach is die vanaf deze positie of aan de lijn staat te springen en te schreeuwen en dubbele salto's maakt en weet ik het voor capriolen uithaalt. Ja, dat spelers daardoor beter gaan spelen. En ik heb er ook wel een verklaring voor, hoor. Als ik zelf voetballer zou zijn en ik zie zo'n gek daar aan de lijn lopen, dan zou ik denken, joh, rot jij lekker naar binnen, want hier word ik niet beter van, mafketel. Maar nooit echt lekker uit je dak gegaan? Nee, na die tijd wel. Als maar de punten... inwendig juichte je wel? Ja, van binnen, tuurlijk. Echt wel. En misschien eens een keer heel stiekem zo doen. En zeker als het een belangrijke was. Maar niet dat hele, ik vind het een beetje, voor sommige mensen hoort het erbij. Maar ik heb een beetje het idee dat het dan de ik-ik-show is. Je wilde jezelf niet op de voorgrond plaatsen? Nee. En nou kennen heel veel mensen jou natuurlijk als sigarenroker. Ja. Hoe belangrijk was dat voor jou, dat je gewoon tijdens de wedstrijd wel je sigaartje kon roken? Ja, dat kan ik eigenlijk niet met zoveel zinnen uitleggen. Maar ja, dat hoort er gewoon bij. Als je roker bent, dan vind ik dat je dus hier ook dus bij zo'n wedstrijd, moet je toch kunnen roken. Maar tegenwoordig mag het niet meer, hè? Nee, maar ja, dat is een ingewikkeld verhaal geworden. Kijk, er mogen geloof ik tegenwoordig zoveel dingen niet. Maar je staat hier toch in een open ruimte. Dus wat is het nou voor onzin? Dat je dus hier staat te roken, of hier mag je niet roken. En een meter achter je, dan kun je niet erheen kijken, daar staan die mensen zo te roken. Ja, dat het lijkt of dat het mistig is in Londen. Ja, dit was dus eigenlijk heel lang je plekje, ja. De dugout, staand. Als je hier nu weer staat op dit moment, dan mis je het dan niet gigantisch? Ja, uiteraard. Ja, maar dat is eigenlijk al vanaf het moment dat ik dus, hoe noemen we dat met zo'n mooi woord, werkloos ben. Hè, geen club mag helpen. Ja, dan doet dat wel een klein beetje pijn.